Koning Josafat was een goede koning. Hij heeft goed bestuur, hij die Here vertrouw en dit het met hulle goed gegaan. En dan op een dag komt daar een boodskapper en sê vir hulle dat die vijand op pad is om hulle aan te val. Dit was vir hulle geweldig, want hulle was baie kleiner als die vijand wat op pad was. So kom hulle in Jerusalem bij elkaar en hulle staan in die tempel en hulle bid. En Josafat sê vir God dat hulle benauwd is en dat hulle die enigste uitweg is dat God hulle sal help. God antwoord die knecht en sê, moenie bang wees nie, moenie veg nie, want ek sal namens jou veg. En wonderlik is dit dat die volgende ochtend toe hulle optrek naar die slagveld, toe sit Josafat die sangers heel voor en hulle sing loofliedere teenoor God, terwijl die soldaten achterna kom. En toe hulle by die slagveld kom, toe vind hulle uit dat die soldaten is dood. God het soveel verwarring gebring onder hulle, dat hulle mekaar uitgemoor het. Wat is dit waarvoor jy God moet vertrouwen in jou leven? Want dalk sal God die vijand sommer namens jou verslaan.